Welkom bij een nieuwe aflevering van de Noise Battle van de Roy Fotografie. De serie waarin wij ruisprestaties vergelijken van verschillende fotobewerkingsprogramma's. Eerder hebben we al meerdere programma's met elkaar vergeleken. Heb je die gemist? Kijk dan op ons YouTube kanaal om die ook nog even te bekijken. Tot nu toe is Topaz D-Noise AI 2023 de winnaar. En dat programma gaan we nu vergelijken met Affinity Photo 2. Dus wat we gaan doen is, we gaan de drie foto's die we iedere keer bewerken, gaan we in Affinity Photo 2 bewerken, waarbij we ruisreductie toepassen en enige verscherping om tot het optimale resultaat te komen. Daarna gaan we alle resultaten met elkaar vergelijken. Dus ik neem je mee naar mijn scherm, zodat je kan meekijken. We zitten hier in de develop persona van Affinity Photo 2. Dat is de RAW developer en daar gaan we ruisreductie toepassen. Ik heb hier alles uitgezet, dus geen lenscorrecties en alle overige automatische zaken die toegepast worden staan momenteel uit. Ik ga inzoomen op de foto, zodat we beter kunnen zien waar de ruis zit. Nou, die ruis zit nog steeds op dezelfde plekken, zoals in de eerdere video's uiteraard. En de foto's die we gebruiken zijn met hoge ISO-waarden gemaakt, zodat we echt een uitdagende situatie hebben voor de fotobewerkingsprogramma's. Iets wat opvallend is, als ik hier naar de split view ga, dan zie ik hier een after en before. Dus dit is before, dit is after. Het opvallende is, er is helemaal niks toegepast. En ik zie nu dat de afterfoto eigenlijk minder goed is. Ik vermoed dat dat te maken heeft met dat ik een paar automatische bewerkingen die standaard toegepast worden binnen de developer persona nu uitgeschakeld heb en dat het daarom iets minder goed eruit ziet. Al met al maakt dat niet heel veel uit, want we moeten gewoon de noise reduction en de detail refinement gaan toevoegen om tot het optimale resultaat te komen. En dat geeft uiteindelijk toch een eerlijke vergelijking met de andere fotobewerkingsprogramma's. We beginnen met noise reduction, dus die zet ik aan. Dan ga ik hier bij luminance, gaan we de hoeveelheid noise reduction toepassen. En ik hou mijn oog met name op het linker gedeelte gericht, want daar wordt het nu weggehaald. En dan zie je wel duidelijk het verschil. Nou, wat je dan ook wel duidelijk ziet is, de hoeveelheid ruis neemt af. Maar je ziet ook duidelijk dat de hoeveelheid scherpte afneemt en dat de foto een stuk zachter wordt. Een resultaat wat we ook eerder binnen Lightroom Classic hebben gezien en ook binnen Camera Raw van Photoshop. Nou, dat kan enigszins natuurlijk hersteld worden. We kunnen hier met de Luminance Details even spelen, want als we die omhoog zetten, dan zie je dat de details wel weer ietsjes toenemen. Dus onder andere in de lijnen, maar ook hier bij het altaar zie je dat de hoeveelheid detail weer een beetje toeneemt. Dus die zet ik ietsjes hoger om die details terug te brengen zonder de ruisreductie ongedaan te maken in de wat egalere delen zoals dit gebied en de stenen. Nou, dan hebben we dat toegepast. Dan ga ik nog naar detail refinement om te kijken of we een verscherping kunnen toepassen zonder al die korreligheid weer terug te brengen. Dat is altijd de uitdaging. Hier bij Amount zet ik hem in de plus. Ik ga hem even flink in de plus zetten om te kijken wat het effect daarvan is. En vervolgens zet ik het effect uit. En vervolgens zet ik het effect weer aan. Nou, dan moet ik zeggen dat ik echt nauwelijks effect zie. Dat heeft hier, het heeft met die radius te maken. Die moet ook omhoog. Maar die wil ik niet te hoog zetten. Want dat levert 9 van 10 keer geen mooie resultaten op. Dus die zet ik heel even ietsjes omhoog. En dan ga ik kijken of die amount impact heeft. Ja, dat werkt wel. Dus die radius moet ietsjes omhoog. En dan kun je de hoeveelheid vervolgens toepassen. Nou, in dit geval zie je dat die korreligheid heel snel terugkomt. Dat wil ik toch wel een beetje voorkomen. Dus ik ga ook niet te ver met de amount. En ik denk dat we met deze waarden wel goed zitten. Dus dit is eigenlijk wel het optimale resultaat wat ik kan bereiken met deze foto binnen Affinity Photo 2. Dit ga ik opslaan. Ik ga vervolgens de volgende foto openen en dan gaan we ook daar de ruisreductie toepassen. Inmiddels is de tweede foto geopend, deze avondfoto van New York. Nou, veel ruis aanwezig. Alles hebben we weer uitgezet. We gaan nu eerst de noise reduction aanzetten om te kijken wat voor effect dat heeft in de foto. En bij Luminance schuiven we dit balkje weer omhoog om het na-effect en het voor-effect te laten zien. Dus links, dat is met ruisreductie, rechts is zonder ruisreductie.
Nou, dan zien we wel dat de afname in ruis duidelijk zichtbaar is. Dus dat is positief. Ik zoom heel even naar, hier naar de toren toe om te kijken wat voor effect dat heeft in de foto. Nou, je ziet die ruis hier goed omlaag gaan. De hoeveelheid details, die wordt ook wel beïnvloed. Dus we gaan even kijken of we de hoeveelheid details nog een beetje terug kunnen brengen. Ik zoom nog even verder in. En dan gaan we met de luminance details. Die schuiven ietsjes omhoog, niet te ver. Want dan komt de korreligheid en komen er ook gele, of ja, gekke vlekken in de lucht terug. Dus ik denk dat we met dit wel een stap vooruit zijn. Ten slotte gaan we nog naar detail refinement om te kijken of we nog iets meer verscherping terug kunnen brengen. Ook hier kijk ik weer uit met de radius. Met de amount ga ik wel wat hoger, maar niet te hoog. Want ik wil niet dat er weer te veel korreligheid ontstaat. Nou, op zich met deze kunnen we wel wat verder gaan dan bij de vorige foto. Maar dit ziet er in ieder geval al een heel stuk beter uit dan hoe het voorheen was. Dus als we de ruis heel even weghalen en de detail refinement, dan zag het er zo uit en uiteindelijk ziet het er zo uit. Dus ook dit gaan we weer opslaan en gaan we straks vergelijken met de andere resultaten. Ten slotte hebben we deze derde foto, een foto met een niet zo'n extreem hoge ISO-waarde, nog steeds hoog, maar ook een foto waar wat minder detail in zit en waar wat meer egale vlakken in zitten. Dus wat dat betreft ook een goede foto om even te testen wat ruisreductie hier precies doet. We gaan het weer even op dezelfde manier aanpakken. We zoomen in op de foto, want anders zien we gewoon niet goed wat we aan het doen zijn. Vervolgens pakken we een split view erbij, zodat we het resultaat met elkaar kunnen vergelijken. En als eerst gaan we de noise reduction toepassen, die in dit geval dus weer aan de linkerkant wordt toegepast. Nou, die zetten we omhoog tot de ergste ruis eruit is. En ook hier gaan we weer de balans zoeken tussen ruisreductie en in dit geval dus scherpteverlies. Maar we gaan uiteindelijk ook weer wat een beetje verscherping toepassen. Ik denk dat we met rond de 20 dat we hier prima zitten. Er zit aanzienlijk minder ruis in. En er blijft ook nog wel wat scherpte behouden. Bij de detail refinement gaan we kijken of we dat nog wat verder kunnen herstellen. Met amount omhoog. Ook niet te ver. Want dan zie je het alweer snel terugkomen in zijn shirt, de korreligheid. Dus ik denk dat we met deze instellingen goed zitten wat dat betreft. Dus dit slaan we ook op. En nu wordt het tijd om deze resultaten te gaan vergelijken met onder andere Topaz Denoise. Maar ook gelijk even met Luminar en met Lightroom en Photoshop. Inmiddels zijn de resultaten van Affinity Photo 2 in ons resultatendocument beland van Photoshop, waarmee we heel makkelijk alle resultaten kunnen vergelijken. Dus hierbovenop ligt Affinity Photo 2, dat is de foto die je nu ook direct ziet. Laten we inzoomen op de foto om te kijken wat het resultaat is ten opzichte van andere bewerkingsprogramma's. En we gaan als eerst vergelijken met Topaz Denoise, wat tot nu toe de winnaar is geweest. En dan zie je, je ziet wel wat verschil. En ik moet zelfs zeggen dat als je kijkt, de foto die je nu ziet is Topaz. Die ziet er toch wat schoner uit, maar ook wat meer details blijven behouden. Dus je ziet vooral in dit gedeelte dat de details hier een beetje vervagen als het ware, verdwijnen. En dat hier veel meer detail en contrast intact gebleven is. Dus ook hier in dit gedeelte heel goed te zien waar het wat lichter is, dat details minder goed zichtbaar zijn in het resultaat van Affinity Photo 2. Plus, daar komt ook nog eens bij dat er meer ruis overblijft in de foto van Affinity Photo. Nou, als Affinity Photo 2 al niet wint van Topaz Denoise AI 2023, dan wint het ook al helemaal niet van Lightroom, denk ik. Hoewel dat heel dicht in de buurt zit. Daar zit niet heel veel verschil in. Je ziet de foto een klein beetje verschieten. Dat heeft met de uitlijning te maken. Maar ik denk als we naar ruisprestatie kijken, dat er bij Affinity Photo misschien net wat meer ruis weggehaald is, maar dat er ook iets meer detail verloren gaat. Ook hier zie je weer dat de details verschillen. Nou, de details liggen toch heel dicht bij elkaar. De hoeveelheid ruis die verwijderd is, zit denk ik net iets beter in Affinity Photo. Maar dit is echt zit heel dicht bij elkaar. En zo kunnen we het ook nog even vergelijken met de Luminar ruisvrij extensie.
Nou, dan zie je ook dat daar niet extreem veel verschil in zit. En ik denk ook dat hier Affinity Photo 2 misschien net licht de winnaar is. Laten we even naar de andere foto's kijken. We hebben hier de avondfoto nog van New York. Nou, de foto die je nu ziet is Affinity Photo 2. Dit is de foto van Topaz Denoise. En dit is het vreemde watermerk wat er doorheen komt, omdat ik die software niet aangeschaft heb, maar een trial version gebruikt heb. Maar je ziet duidelijk het verschil. Topaz Denoise presteert hier gewoon simpelweg beter. Als we dan de vergelijking maken met Lightroom Classic, dan denk ik dat er iets meer details zichtbaar zijn in de Affinity Photo 2 foto, maar ruisniveau, daar wint Lightroom het licht in, denk ik. Het opvallende is bij het ruisniveau bij Affinity Photo 2 is dat je een beetje van die klonten krijgt, van die ja, gekke gebieden die wat donkerder zijn. En dat heb je veel minder bij Lightroom Classic. Dat is, ja, het is ook wel een beetje zichtbaar, maar veel minder duidelijk. En als we het gaan vergelijken met de extensie van Luminar, dan is er ook wel een, ja, los van een belichtingsverschil, daar moet je even doorheen kijken. Maar je ziet wel dat de hoeveelheid ruis nou, in Affinity Photo misschien net iets beter onder controle is. Geen extreme verschillen, behalve dat ja, Topaz Denoise er met kop en schouder bovenuit steekt. En dan gaan we tenslotte nog de laatste foto vergelijken. Dit is Affinity Photo. En ik moet dan heel even een plekje zoeken waar het watermerk er niet doorheen gaat. Dus laten we hier even kijken. Hier hebben we een licht gedeelte, een donker gedeelte en een gekleurd gedeelte. Dus dit is Affinity Photo 2. Dit is Topaz Denoise. Wederom veruit beter. Dan kunnen we het nog even vergelijken met Lightroom. Dit is Affinity Photo. Dit is Lightroom. Dan wint ook Lightroom hierin, al zeg ik het zelf. Dus Lightroom lijkt de ruisprestaties toch iets beter onder controle te hebben. En datzelfde geldt dus ook voor Camera Raw van Photoshop, omdat dat met hetzelfde programma als het ware gedaan wordt. En dan tenslotte hebben we nog Luminar. Dat zit relatief dicht bij elkaar, al zeg ik het zelf. Dus ja, als we hier een ranking in moeten gaan maken, dan zou ik zeggen van ja, dan is Topaz Denoise nog steeds de winnaar. Dan daarna zou ik Lightroom zeggen, vervolgens Affinity Photo en dan de Luminar Neo extensie, wat al een verbetering was ten opzichte van de standaard Luminar Neo ruisreductie. Dus ja, dat is tot nu toe denk ik mijn ranking wat betreft favoriete programma's. Oké, nou, er zijn nog steeds meer programma's om te testen. Hou ons YouTube-kanaal in de gaten. We gaan nog meer video's lanceren. Dus wil je geen enkele video meer missen? Klik hieronder op de abonneerbutton. Dat is helemaal gratis. Dan krijg je een notificatie op YouTube zodra de volgende video weer online staat. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot bij de volgende video. Vind jij dit een prettige manier van leren? Volg dan een online cursus bij ons. Als je bij online educatie kijkt, vind je een heel uitgebreid aanbod van online cursussen waarin je van A tot Z meer kunt leren over fotografie of over fotobewerking. Kies een online cursus uit die bij je past. Eenmaal als cursist krijg je toegang tot ons cursistenplatform en kun jij een cursus helemaal van A tot Z volgen. Alle lessen staan netjes georganiseerd en heel belangrijk, je krijgt niet alleen lessen bij ons, je krijgt ook begeleiding. Alle vragen die je hebt kun je stellen in een topic op een forum en daar krijg je uiteraard een snelle reactie op. Dus niet alleen de lessen krijg je, het is met begeleiding en wij gaan ervoor zorgen dat je echt iets doet met een online cursus en beter wordt in fotografie en fotobewerking.